De twee Rikken van Roostersen nemen het op tegen Duinwijk. En dan die Rikken voor alle volledigheid. Rik Steuter, Rik Hermans van de Roostersen dus tegen Hilbink en Abt van Duinwijk. Steuter met de gele schoenen en Rik Hermans met de zwart opgetrokken sokken. En ja, de heren natuurlijk van Duinwijk te onderscheiden door de lengte van Hilbink. En de lichtvoetigheid van Abt. Vallen in de wedstrijd als het 5-12 staat voor Duinwijk. Maar het 6-12 voor het hoogste seconde dus iets terug in die pot. Ook op zich een leuke wedstrijd om naar te kijken. Veel rally. Shuttle wordt goed verplaatst van de ene ruimte naar de andere. Veel smashes, ook verre smashes die uiteindelijk op een plek komen waar de speler staat. Maar toch en toe ook een fout wordt gemaakt. En dat is natuurlijk logisch. Hier kan ook zo'n fout van Abt. In eerste instantie wel compareren, dacht hij. Maar toen kwam hij met zo'n racket tegen de grond aan. 16-9 is dan tussenstand. En dan lijkt Duinwijk wel die pot. Tenminste, die eerste set te pakken. En het is goed van jullie. Eerst krijg je naar één kant, waardoor allebei de spelers van de Roostersen naar links gaan en uiteindelijk rechts die shuttle plaatsen. Dan Roostersen die serveert 10-18. Pakt Duinwijk die eerste set, is de vraag Abt screen smash. En de reactie van Steuter is niet voldoende, gaat uit en dan setpoint voor Duinwijk. Hilbink. Hoog, blokt dus loopt het smash uit. Nog een keer, Abt pareert goed. Weer een smash. Goed door Hilbink te rusten. Weet dat vaak goed te doen. En miscommunicatie bij Roosters zorgt ervoor dat Duinwijk die eerste set naar zich toe trekt. Publiek vermaakt zich wel bij deze heren dubbel. Is zoals verwacht een goede pot met veel energie in de wedstrijd. Abt tot twee keer toe een goede slag. Hilbink, weer die rust. Combinatie van de power van Abt. De tactische vaardigheden van Hilbink brengen heel ver bij Duinwijk. En dit is eventjes de vraag, waar gaat het punt heen? Het punt gaat uiteindelijk naar Duinwijk. De bal was dus wel in. Nee, uit. Excuus. Dit is Abt. Goed smash uitgelokt en gepareerd door Hilbink, maar daarna Abt. Op het tweede gedeelte hebben ze geen antwoord van Duinwijk. Dan komt Roostersen dus terug in dit duel in die tweede set. Want Abt pareert hij tot twee keer goed. En dit is mooi gespeeld door Rik Hermans, die tot twee keer toe vanaf links en rechts en in een dubbele draai het weet te pareren en daarna. Dan weet hij, als hij dat punt niet afmaakt, maakt het allemaal niet zo uit, die mooie actie. Punt gaat wel naar Duinwijk, die dus wat degelijker speelt, maar ja, daar was een hele mooie kans om terug te komen in de wedstrijd voor Roostersen. En dat beseffen ze ook bij Roostersen. Ze gaan er dan weer volledig op. Hilbink naar de grond, dan naar de andere kant. Abt doet hetzelfde en goed gespeeld uiteindelijk door Rik Hermans. En het puntje gaat dan naar Roostersen. En gelukkig maar, want de wedstrijd moet nog wel een beetje in evenwicht blijven. Wil het ook leuk blijven hier bij dit herendubbel. Het is nog niet duidelijk wie er wint. En ja, Roostersen pakt nog een punt. 8-15 dan. Tweede set. Als Duinwijk er nog één pakt, is het over en uit natuurlijk in de best of three. Hilbink. Staat sowieso een hele goede partij te spelen. En was in een hele enkel ook nog eens. Goed been. Abt. En die gaat niet goed voor Duinwijk. 10-17 voor Duinwijk. En dan lijkt de wedstrijd toch wel gespeeld te zijn met 7 punten. Maar Roostersen komt straks wel terug.
komt steeds wel terug en dat is wel belangrijk voor dit duel. Want dat blijft het interessant. In tegenstelling tot damesdubbel is dit wel een partij om over na te praten. Om even lekker te gaan zitten met een biertje. Om te praten over de voorpot die fout van Hilbing op 14-17. Die is jammerlijk voor Duinwijk. Wel weten ze de stand uit te breiden naar een 14-19 voorsprong. Abs op de grond, half op zijn knieën. Hilbing, goed smash, nog een smash. Paraat. En dit is goed gedaan zeg. Van Hermans, die krijgt hem toch nog dood. En dan weer een goede actie van Hermans. Krijgt hij hem slechts in het net. Dan setpoint slash matchpoint voor Duinwijk. De partij is bijna gespeeld. Kunnen ze dat laatste stukje ook overstreep trekken. En ja, door een fout van Rick Steken pakt Duinwijk dan ook de tweede set. En deze partij. Het was een leuke partij waar uiteindelijk Duinwijk toch de sterkere was.